dan dik en dun. Van mijn zus en mijn zo. Van de hak op de tak. Voor dik en dun. Van mijn hier en daar ook. Van dik en dun. Van mijn heer door mijn taro. Van de hak op de tak. Van hot naar her. Van mijn zusje naar mijn zo. Hier is de wip van de bakshow. Ja, we zijn terug, ja. Goh, jullie zijn toch in Frankrijk geweest? Ja, we zijn in Frankrijk geweest. Heb je het lekker gehad? Ja? Prachtig, het gaat niet boven Frankrijk. Nee, vertel mij wat. Wij zijn ook geweest. Ja, jullie zijn ook geweest. Waar zaten jullie in Frankrijk? Nou, bij Saint-Zéo-sur-Mer. Saint-Zéo-sur-Mer, is dat niet bij... Dat is vlakbij Zoetzuur in de Confetti. Ah, bij, ja. Bij Homo in Tricot. Dat is toch in de Balzac? Ja, in de Balzac, ja. De Balzac is in de Provence. Nee, in de Pantalon. Oh, maar dat is een schitterende omgeving. Schitterend. En jullie, waar zaten jullie? Wij zaten in Val d'Isère, bij Paracetamol. Oh, is dat niet in de Retedon? Nee, dit is bij, wij zaten bij, dit is in de buurt van Mama Caniplas, in de Sperti. Ik weet het al, in de Poupé. In de Poupé. Ja, prachtige omgeving. Ja, schitterend. Het ruikt er ook zo lekker. Ja. Fantastisch. Hans en Marja, waar zaten die ook weer? Die waren ook in Frankrijk. In de Purée. In de Purée, is dat niet bij Marseille? Nee, ze gaan scheiden. Oh. Maar goed, ik ga. Wel vermoeiend, hè, vakantie. Ja, vermoeiend. Zeer. Ja, zeer. Ja. Tot ziens. Ja, hoor. Zorg voor onze oudere medemens komt steeds meer in de knel. Sommige ouderen worden nog slechter verzorgd dan de geraniums waar ze achterweg kwijnen. Kan het grondig, liefdevol en toch snel? Ja, dat kan met Turbozorg Duin en Bollestreek. Wij zorgen voor hen die altijd voor ons hebben gezorgd. Met Turbozorg beginnen de ouderen de dag weer fris en fruitig. Snel en goed, maar altijd met een vriendelijke groet. Dat is Turbozorg. Beurt. U weet het, hè? Ja. Heeft u alles afgeplakt? Ja, ziet er goed uit. Zet u even schrap, daar komt hij, hè? Oh, zo, ja, nog even. In de kiertje zet de gaten, even omdraaien. Ja. Prima, oké, fijn. U wordt straks afgedroogd, mevrouw Hauwaard. Prettige dag nog. Zo, even afdrogen. Kunt u ze even optillen? Ja. Bedankt mevrouw, tot ziens. Turbozorg. Uw probleem zal ons een zorg zijn. Ik ben Skedé van Doren, ik ben lid van de Monumentencommissie in Katwijk en ik ben momenteel aan het onderzoeken of de Vredeskerk achter mij een monument dan wel geen monument is. Want dat moet aan bepaalde criteria voldoen. Ze zeggen dat het een ding is van architect Jesse. Maar ja, dat kan iedereen wel beweren. En Jesse zelf, die leeft niet meer, dus die kan het ook niet beamen. Sowieso moeten we dat dus onderzoeken. Trouwens, het was beter
geweest als het van de Duitse architect Karl Hesse was geweest. Die was veel bekender nog. Ja, dat is tik-tik-tik. Tik-tik-tik. Artikel 26. Geen monument. Geen monument, want het is, je hoort het aan de tik, 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 dat lichte geluid. Ja, 88. Even kijken in het boek. Indien een ruim 88 centimeter breed is, is het waarschijnlijk geen monument, want ruimen moeten vanaf 90 wezen. Dus geen monument. Groen geglazuurde steentjes. Nou, dat kan ik zo wel zeggen. Dat past niet in het totaalbeeld, want dat moet wit, bruin of persig wezen. Maar groen geglazuurd, ja, dat is toch altijd een klasse minder. Dus ik denk niet dat het wat wordt. Dan hebben we verder, staat het nog eens aan een straat en ook iets aan een plein. Het is eigenlijk vlees nog vis, dus geen monument. En ik vrees dat het dus afgebroken moet worden of drastisch omgebouwd tot appartementen. Dan hebben we er tenminste nog wat aan. De visserijschool moet ook op de lijst. Maar wat nou op het bedien opvalt, dat hij wit is. En dat geeft al te denken. Maar we nemen de proef op de som. Nee. Nee. Ruikt niet naar vis. Dus helaas. Geen monument. Nee. Nee, het is nog geen eens een boom. Het is geen boom. Het is een... een stuk onkruid. Onkruid, het is uit de klauwen gelopen brandnetel. Dus ik zou zeggen, geen monument. There I was standing there in the church and for the first time in my whole life I realized I totally and utterly loved one person. And it wasn't the person standing next to me in the veil, it's the person standing opposite me now, in the rain.
CNN Breaking News. World's most wanted terrorist Osama bin Laden appears to be hiding in the Dutch town of Katwijk. Here he had a metamorphosis and he seems to live in a normal house. De geruchten kloppen. Osama bin Laden zou hier in Katwijk zijn schuilplaats hebben gekozen. Hij zou Katwijk hebben uitgekozen omdat dat een van de minst opvallende plekken ter wereld zou zijn. En hier in Katwijk heeft hij diverse operaties ondergaan zodat hij onherkenbaar is en nu verder leeft onder de naam Arie van der Bent. Het is de vraag of wij ooit... Moment. Dag meneer, bent u Arie van der Bent? Weg, camera weg. Of moet ik zeggen Osama bin Laden? Laat hem weg, camera weg. Hallo, meneer. Meneer. Hallo, meneer. Meneer Bin Laden. Is het u bekend dat de vermeende terrorist Osama Bin Laden onder de naam Arie van der Bent hier in Katwijk vertoeft? Ja, ik heb dat wel gehoord, ja. En hij komt hier af en toe ook wel eens... Nee, dat meent u niet. Arie van der Bent... Ja, komt hij dan een paard te huren? Nee, hij lijkt een heel vreemde wens. Hij wil een kameel hebben. Ja, hij woont hier nou al een paar jaar, maar hij zegt geen boe of ba. Heel vreemd allemaal. Raar hoor. Ik dacht eerst dat het de Katwijkse scheldnaam was. Ik dacht dat het een van de Osama. Van de Osama, dacht ik. Maar ja... Weet dat ook. En dan hoor ik allemaal gemekker uit het schuurtje. Dan hoor ik af en toe urenlang gemekker. Geiten, denk ik. Ik denk dat die geiten hebben ook. Ja, ik ga er niet zoveel mee om. Ik weet niet waar je het over hebt, hoor. Ja, het is altijd wat met jou. Ja, elke keer als het je uitkomt, dan hou je je mond. Maar deze onderbroek, voor wie is die? Vorige keer lag hier al een paar sokken. En nou deze onderbroek. Hoe zit dat? Ja, die sokken, die waren van jullie Henk. Huh? Die jullie Henk heb je vorige week geslapen. Hè? Huh? Oh ja. Nou ja, dan zal die broek ook wel van hem wezen. Johan, ben je nou weer naar het zwembad geweest? Wat? Wat zo de krot. Elke keer als het je uitkomt, dan klap je je oren dicht. Waarom ben je nou weer naar het zwembad geweest? Ja, waarom niet? Het is zondag, Johan. He? Nou begrijp ik dat je wil zwemmen. He? Dan kan je de hele week
kan je zwemmen en dan ga je uitgerekend op de rustdag. Ga je die mensen hier in Kattek voor het hoofd stoten. Dat doe je alleen om de mensen hier in Kattek te provoceren. Ik wil helemaal niet procederen. Het is alleen nog lekker rustig op zondag. Ja. Yeah. Ze zaten wel heel vreemd naar me te kijken in het zwembad. Dat vind ik altijd zo vervelend. Vreemd naar je te kijken? Ja, het was net of ik wat, of ik wat van ze aan had, weet je wel. En ik had niks. Wat? Wat zo de kroot? Johan, zeg maar dat het niet waar is. Zeg maar dat het niet waar is. Ja, nou wat? Ja, ik voel me altijd zo vrij, zo zonder... Ja, zeg het nou maar, zonder zwembrook. Je bent maar stiekem, je gaat dat zwembad in en dan trek je daar je broek uit. Je bent maar in je blote kont weer te zwemmen. He, gatsiebal, Johan. Ik ben weg. Ben je nog boos? Nou, teleurgesteld. He, ik ben gewoon teleurgesteld. We hadden afgesproken dat we ons een beetje zouden gedragen. He. We worden nou eenmaal in Kattek, he, en niet op Ibiza. Nee, jammer. Een relatie, Johan, is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. O jee, hebben we zitten googelen. Het is googelen, Johan. Ga nou gewoon mee aanstaande zondag. Dat is hartstikke leuk. Je zal zien dat het leuk is. Lekker wij samen poedelen in het zwembad. Net als vroeger. Ja, ja. Het is jouw beurt om de lege flessen weg te brengen. Dat is het. Oh, nou wacht. Dan trek ik even mijn broek uit. Wat zo de kroot. Kom op, Jaap. Ja, maar... Ja, kom nou. Ik kan helemaal niet zwemmen. Geef toch iets. Dan gaan we toch gewoon pootje baden. Pootje baden? Dan komt Zuiderduin. Ga voor me staan. Als die me ziet, word ik van het koren schopt. Hallo meneer Zuiderduin. Hallo Johan. Hallo Jaap. Jij ook hier? Announcement for Mr. Jos Wienen from Katwijk, traveling with Delta Airlines to Hawaii. Please to the check-in desk, for your girlfriend is waiting there. Mededeling voor de heer Jos Wienen, reizend met Delta Airlines naar Hawaii. Alsjeblieft naar de incheckbalie. Uw vriendin wacht met smart op u. Hello, Harold. Yes. Hi. I'm in the Netherlands now. I'm in Holland. Yes, because I want to see a wonderful white church. It's very unique. It's the only white church by the sea. It's in Katwijk, the Andreas Church, and it's the only white church they have here. So it's very beautiful. Yes, unique. I'm looking forward to seeing it. Yeah, I'm going traveling by train now, I think. I'm going to the bus or the train. I don't know what the distance here is. Hi Harold, yes, I'm in Katwijk, yeah, but it's very disappointing, they have demolished the old church, all the church is gone, the only thing that's left is the tower.
ben je dan? Jongen, jongen. Nou is het. Nou, zijn we toch al een tijd onderweg met die kippenloop. Ja. Yeah. Maar we zijn nog amper niet binnen. Ik snap niet hoe dat kan hoor. Wanneer zijn we vertrokken? 12 juni, Lou. 12 juni ben ik vertrokken. Ja, zie je wel, 12 juni. Ja. Yeah. En het is nou september. September. Dat betekent dat we al een tijdje onderweg zijn. Ja. Ik dacht een kippeintje was. Ja, dat dacht jij. Ja. En ik heb nog geen kippenboutje ook gezien. Je krijgt nog altijd kippenbout. En kippensoep. Krijg je ook hier kippensoep? Kippensoep ook nog niet te zien. Het enige wat ik krijg is kippenvel. Jij leest dat blaadje verkeerd. Oh. Welke weg? Want waar zitten we nou eigenlijk dan? We zitten in Laaien. We zitten in Laaien. In Laaien? Ja. Dat zit toch helemaal niet op het briefje? Nee, dat niet. Maar we zijn in Laaien. Ik herken het. Ik ben er met mijn moeder een keer geweest. Hé? Hier. Dat herken ik. Sjoe, Laaien. Nou, moeten we nou links of rechts? Ja, nou, volgens hier. Merk het niet uit. Nou, laten we daar met die kant voor op. We zitten sowieso verkeerd. Sjoe, jongen, schiet op. Ja. Toestand. Jij ook altijd met je verkeerd linkje op de haren zetten. Ik ga je helpen, maar dat moet je verkeerd doen. Jongen, jongen. Lady! Lady, waar ben je nou? Ja, hier al. Hè? Hier, leuk. Wat? Hier ben ik. Verrek, Bart. Hoe kom je nou daar weer? Ja, dat vraag ik me ook af. Begrijp het niet, hè? Doe je bieden eens bij mekander. Ja. Even zo goed de grote stad leiden. Ja, mens. We hadden de kuikenloop moeten doen. Ja, de kuikenloop. Dat is beter. Kijk, hier. Daar heb je een standbeeld. Een standbeeld? Ja. Nou, het is al een raar. Wat is dat? Even kijken, hoor. Even kijken. Zet het op. Hier. Lees jij eens wat ik... De Leise Wees, jongen. Cornelis Joppens. Joppens. 3 oktober vereniging. O ja. Ja, dat is die jongen die hutspot gevonden heeft. Hutspot? Tenminste. In Leiden bij 3 oktober. Ja. Yeah. Toen het... Weet je zeker, Leu, dat het geen pispot is? Nou, ja, dat kan ook. Nee, dat is die hutspot. Hutspot. Met die lioness. Ja. Yeah. Die zeggen dat ze de hutspot hebben uitgevonden. Lioness, yeah. Maar daar klopt niks yeah. van. Nee, die trekken alle eer naar zichzelf. Ja, oh ja. Want yeah. dat is duidelijk. Dat is jouw bed overgrootmoeder. Mijn bed overgrootmoeder heb. Ja, yeah, die heeft de hutspot in de keukentje. Want mijn bed over. Dat was een kat ik binnen. Yeah. En die is een trouw geweest. Met wie? Met. Van Egmond, Ine van Egmond. Uit Rijnsburg. Rijnsburg, ja. Yeah. Yeah. Kat dus ik binnen in Rijnsburg. Ja, kat ik binnen in Rijnsburg. Wortelen. En uien, die ben ik met elkaar gemixt. Zie je wel. Die heeft de hutspot uitgevonden. Ja, want die lioness, die hebben niks uitgevonden. Nee. En iedereen die weet dat een wortel een peen is. Ja. Dus peen en ui. Ja, die lioness weten dat niet leuk. Die weten niet dat een wortel een peen is. Maar even zo goed is het een leuk beeld. Nou, zo moeten we verder gaan, want het wordt knap. Ik weet het niet, ik krijg een knap spierpijn. Ja. Van dat hele gedoe. Met de bus. Weet je wat het nou is? Ik vind het wel leuk, dit soort wandeltochten. Maar je wordt er zo moe van en het moet niet te lang gaan duren, vind ik. Wat gaan we nou weer krijgen? Ja. Mensen? Ik zal het maar zeggen, ik ga het studeren. Studeren? Studeren. Daar heb je hersens voor nodig, hoor. Ja, ik ga studeren. Incontinentiematerialen. Ja, dat heb je ook nodig. Nee, dan ga ik studeren. Oh, kan je dat ook studeren? Ja, dat kan je studeren. Oh. Dokter Rossi kreeg ik les van. Die zei al, Miss Lady. Miss Lady. Nou, je kan beter zeggen misverstand.
Thank you.